U wilde graag dit debat. Bent u nou tevreden? Heeft u het idee dat u hier iets mee heeft bereikt? Nou ja, kijk, het is aan de orde geweest. We hebben gelukkig over het Marokkanen-debat, dat heet zo, dat is terecht, dat dekt de lading, hebben we het vandaag in de Tweede Kamer kunnen hebben. Dat is door de PVV aangevraagd. We hebben het gevoerd. Dus dat is pure winst. Wat een enorme teleurstelling is natuurlijk, is dat al die politieke partijen van de VVD tot aan de SP en alles wat daartussenin zit, ontkent dat er een Marokkanen probleem is. Ontkent dat er überhaupt in Nederland de afgelopen 10 jaar iets veranderd is in het land. Ja, en echt een kop in het zand steken en net doen alsof we geen Pim Fortuyn hebben gekend, alsof er niets veranderd is in Nederland. Dus ja, ik ben blij dat het debat gehouden is. We hebben het eindelijk over de waarheid kunnen hebben. En ik ben ontzettend teleurgesteld dat al die andere partijen lafhartig met een kop in het zand 10 jaar lang een grote winterslaap hebben gezeten. Nou is het debat midden in de nacht gevoerd. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind dat eigenlijk dat we dat gewoon ergens overdag hadden moeten voeren. Het lijkt wel alsof de Kamervoorzitter bewust debatten die voor de PVV interessant zijn altijd op donderdagavond laat neerzet. Het is niet de eerste keer dat ze dat doet. Ook niet de eerste keer dat ze dat op dit thema doet. Dus ja, ik weet niet of de Kamervoorzitter hier politiek bedrijft door voor onze interessante debatten altijd donderdagnacht ongeveer te plannen. Dus wij hadden liever later gezien. Dat hebben we nog geprobeerd met een hoofdelijke stemming. Dat is niet gelukt. Dus we hebben het nu gehouden. Het is gehouden, dat is winst. Maar eigenlijk moet zoiets op prime time om woensdag 3 uur 's middags moeten worden gehouden. Maar veel heeft het niet echt opgeleverd. In de zin van, u heeft het weer eventjes op de agenda gezet. Maar politiek gezien gebeurt er verder niks. Nou, nogmaals, er is over gesproken. Onder de titel Marokkanenprobleem. Wij hebben aangegeven dat het een probleem is met Marokkanen. Dat ook de islam een belangrijke oorzaak is. En geen sociaal-economische factoren. Dat de oplossingen gewoon keihard zijn. De mensen straffen. Een paspoort afpakken als het lukt. En het land uit te knikkeren. Dat zijn de oplossingen. Dat zouden we liefst iedere dag zeggen. En ja, ik denk dat heel veel mensen in Nederland die wel de moeite nog hebben genomen om te kijken, zich rotgeschrokken zijn. Wat al die andere partijen, ik zei het u net al, van SP tot de VVD, het probleem ontkennen, daar eigenlijk liever niet over willen praten, het maar een vervelende onderbreking van hun werkzaamheden vinden. Ja, en net doen alsof er niks aan de hand is en alsof Pim Fortuyn nooit heeft bestaan. En dat is heel triest en dat is heel goed wel om te zien, want dat betekent dat wij alleen maar nog meer gemotiveerd zijn om iedere dag hier opnieuw over het Marokkanen probleem aan de bel te trekken. Realiseert u zich dat een hoop politieke partijen de betiteling Marokkanenprobleem beladen vinden? Ja, dat was wel duidelijk. Ja, ik geloof dat de helft van de inbreng van heel veel van mijn collega's gingen over de titel. We mochten het niet over een Marokkanenprobleem hebben. Alsof we een probleem met lieve heersbeestjes in Nederland hebben. Maar dat hebben we niet. We hebben een Marokkanenprobleem. Daarmee hebben wij overigens nooit gezegd als PVV dat alle Marokkanen een probleem zijn. Maar wel dat we een Marokkanenprobleem hebben. En dat ligt blijkbaar gevoelig, daar mag je het blijkbaar niet over hebben. En dat hebben we toch gedaan en dat hebben we in ieder geval vanavond voor elkaar gekregen. Volgens mij hebben er nog nooit zoveel Marokkanen op de publieke tribune gezeten als vanavond. Wat vond u van het debat? Ik vond het tegenvallen. Ik vond het niveau enorm tegenvallen. En eigenlijk ook wel een beetje verwacht dat het tegen zou vallen. Wat viel u tegen? Het niveau. Ik vind het echt tenenkrommend en ergens ook wel... ergens ook wel schandalig. Ik zit daar als belangstellende en ik hoor een debat en het is in feite een monoloog vanuit de PVV die per se haar gelijk wil krijgen. En anderen die dat op hun manier doen en dat gaat zo'n beetje over en weer. Maar wat er vandaag werkelijk is opgelost, niks, maar er is wel een probleem gecreëerd. Het Marokkanenprobleem wordt het genoemd. Heeft u problemen met die titel van het debat? Ja, ik heb daar enorm veel problemen mee. Het is, kijk, je bent een staatsburger of je bent het niet. En deze titel drukt een grote groep burgers continu en genadeloos in de marge. En dat is problematisch. Want zoals wij allemaal horen te weten, ben je een Nederlandse staatsburger indien je hier woont en leeft. En dien je ook zo benaderd te worden. Ongeacht hetgeen wat je hier in dit land doet. Om het nog simpeler te zeggen, als mijn autoruit wordt ingegooid en mijn autoradio wordt gestolen, interesseert me helemaal geen bal of het een Marokkaan of een Nederlander of een Turk is. Het is een crimineel, die moet je aanpakken en daarmee klaar.